Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Corona-dialogen. De reeks gesprekken waarin wij licht trachten te werpen op onze tijd, op wat er gebeurt in deze weken, op wat er in de samenleving gebeurt en wat er bij ons zelf thuis in ons eigen hoofd verandert. Vandaag te gast de grootste Nederlandse romanschrijver van dit moment, van de afgelopen jaren, Oek de Jong. Vorig jaar publiceerde hij Zwarte Schuur, een ongelooflijke mooie roman over een schilder, kunstenaar en zijn biografie. Oek de Jong is bekend van vele romans. Opwaaiende zomerjurken, cirkels in het gras. Cirkel in het gras. Prachtige romans waarin als geen ander hij in staat is om Nederland te beschrijven zoals het bestond in de jaren 50, 60, 70, 80. Je herkent het, je ziet het, het is de Nederlandse geschiedenis en hij kan hem boeiend, prachtig geschreven weergeven. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, Oek de Jong. Hartelijk welkom. Dank je. Leuk om met jou te praten over de coronatijd. Misschien komen we er ook aan toe om fragmenten te bekijken uit Zwarte Schuur. Mm-hmm. Maar eerst een aantal vragen. Je bent romanschrijver. Je volgt al decennia Nederland en je bent in staat om dat goed te beschrijven en weer te geven in prachtig Nederlands. We maken op dit moment een periode door die al 7 weken duurt op dit moment. Mm-hmm. Van min of meer nationale lockdown. Een ongeëvenaarde gebeurtenis. Mm-hmm. Zowel juridisch als psychisch, als economisch heeft het enorme consequenties. Hoe kijk jij de afgelopen weken naar wat je gebeurt? Wat jou gebeurt en wat ons gebeurt? Mm-hmm. Wat zijn de dingen die je daarin opvallen of noteer je dingen? Ik maak natuurlijk aan de lopende band mentale notities. Mm-hmm. Maar dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf. Dat is niet iets waar ik mezelf opdracht toegeef. Ik merk dat ik die afgelopen 7 weken dat ik die eigenlijk al in fases heb opgeslagen. Oh ja? Dus het is voor mij begonnen, en ik denk voor de meeste mensen, op een donderdag. De dolle donderdag is dat voor geworden. Mij geworden. Ja. 12 maart was dat. Ik zat zelf midden in mijn boekenweektournee, dus ik was elke avond op stap. Het was toen boekenweek. Het was boekenweek. Ja. Hè? Ik had op woensdagavond was ik nog in Amersfoort geweest, in de volle zaal. Maar al zonder handen schudden. Dus het begon al op te komen. De avond daarvoor ook zonder handen schudden. En op donderdag werd ineens alles afgezegd. Dus ik had nog 4 of 5 lezingen te gaan. En die werden in een paar uur allemaal gecanceld. En dat was ook de dag waarop iedereen naar de supermarkt holde. Hè, de run op het wc-papier. Op het wc-papier begon in Nederland. Voor mij is dan de eerste periode eigenlijk, dat is 2 of 3 weken. Dat was echt scary, omdat je niet voldoende wist van dat virus. Hoe het zich gedraagt. Dus in die tijd ben ik wel elke dag uren aan het lezen geweest op internet. Elk uur online gegevens verzamelen en gaan snappen, gaan begrijpen wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat is na 2 of 3 weken is dat eigenlijk weggezakt, merk ik. En de angst is weggezakt? Of het internet-server? Angst is een iets te groot woord, maar het was wel een licht panisch gevoel. Ook wat er zou kunnen gebeuren met mensen om me heen. Mm-hmm. En met jezelf? Iets minder. Mm-hmm. Omdat ik me... Ja, ik ben 67, maar misschien... Dan begin je in een risicogroep te komen. Dat is misschien moeilijk te accepteren. Ja. Maar ik voel me gewoon sterk en robuust. Dus dat is... schat je dat zo in dat je denkt van... eventueel zou ik daar doorheen kunnen komen. Maar dat kan totale illusie zijn. Mm-hmm. Dat dacht Boris Johnson ook. Ja. Ik ben wel meteen heel voorzichtig geworden. Mm-hmm. Als schrijver leid ik natuurlijk al een teruggetrokken bestaan. In de tijd dat een boek uitkomt, dan ben ik 3 tot 6 maanden on the road. Zie ik heel veel mensen, heb ik een heel druk sociaal leven.
Maar ja, op momenten dat ik in de tijden dat ik schrijf, is het een teruggetrokken bestaan met weinig mensen om me heen. In Frankrijk, waar ik met mevrouw dan vaak maandenlang zit, leven we met z'n tweeën. En is de zaterdagochtend het bezoek aan de markt is het hoogtepunt. Het sociale hoogtepunt, van de week. Ja. En dan zitten we een paar uur in een café koffie te drinken en kranten te lezen en bij te praten. Gebeurt daar ook het meeste echte schrijfwerk? In Frankrijk werk ik iets sneller dan in Amsterdam, ja. Omdat er minder afleiding is. Ja. Maar Amsterdam heb ik een hele rustige plek. Ik zit in een achterhuis hier in de binnenstad en ik kan daar heel goed werken. Ja, dus je zegt, ja, ik ben dat gewend, hè? Dat alleen, hè, werken, dat isolement in feite. Ja. Maar je zei, ik heb de afgelopen 7 weken al in periodes ingedeeld. Dat doe ik automatisch, want ik merk dat het zo gaat. Hè? Dus, ja? Dus je hebt de eerste periode van het surfen, het internet surfen, het, ja, informatie voorzien, de anxiety, hè, de opgewondenheid. Ja. En dan? Nou kijk, als je het als romanschrijver bekijkt, dan ga je elementen isoleren. En dan is het begin, dus die eerste 2-3 weken, denk ik, voor iedereen min of meer hetzelfde. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen continu online zijn geweest om dingen uit te zoeken. Het is heel mooi hoe je zegt, ik ga elementen isoleren. En dat eerste element, dat heb je prachtig gemunt net, dat is die donderdag, die dolle donderdag. Ja. En ik denk dat je een begin aan gaat geven. Ja, ja, het is een episode en er zit een begin aan. Ja, een genesis. Ja, he, ja. Je gaat met een verhaal, ga je met de deur in huis vallen. Ja. He, dus je gaat niet in januari beginnen en zeggen van er gebeurt iets in China. Ja. Je begint in medias res, zoals dat heet. Ja, ja. Midden in de gebeurtenis. Ja. Dus je valt met de deur in huis. Dus er is meteen actie vanaf de eerste bladzijde. Ja. Dat zou een element kunnen zijn. Ja, na 2 of 3 weken begon dat voor mij weg te zakken. Dan merk je dat je, en nu heb ik het alleen over mezelf natuurlijk, hè, dat je een modus vindt. Ja, daar vraag ik ook naar. Maar kijk, waarom vraag ik naar? Jouw vak is het observeren van wat er gebeurt in het land. Ja. En met de mensen, de personages die zich daarin bevinden. Dus precies. Nou ja, je vindt een modus. Hè, maar dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met waar ik woon. Ik woon in de Amsterdamse binnenstad. In de buurt, moet zeggen, de Noordermarkt. Dat is het centrum van mijn Amsterdamse dorp. Mm-hmm. Ja, wat verandert er? Een hele interessante en positieve verandering was voor mij dat ik woon 30 jaar in die buurt, nog langer, dat ik plotseling met allerlei mensen op straat begon te praten. Ik ken daar veel mensen, maar normaal het is druk. Het is een buurt met echt massatoerisme. Ik zit vlakbij het Anne Frankhuis, bij de Westerkerk. Dus er is heel veel afleiding, gedoe om je heen. Mm-hmm. En dat is plotseling helemaal weg. Ja. Echt van de een op de andere dag viel die stilte in de stad. Dat zou je ook weer een element kunnen noemen. Hè. Voor mij dan het zinnenbeeld was dat ik op 20 maart, dus de verjaardag van mijn vrouw, reed ik 's ochtends om 9:30 met een tas met cadeautjes reed ik naar haar huis. En ik kwam op de Dam en die was volstrekt leeg, uitgestorven. Ja. Ik geloofde het niet. Ik ben er voor stil blijven staan. De Dam helemaal leeg. En mijn eerste referentie was foto's uit de hongerwinter. Want in die tijd zijn er ook op de Dam en op de Nieuwezijds, waar ik elke dag overheen fiets, zijn foto's genomen. Ook in datzelfde schrale voorjaarslicht van maart. Ja. Weinig bladeren, veel licht. Dat was eigenlijk het eerste waar ik toen aan dacht. Dus dat was nog de tijd van de angst. Mm-hmm. Dat je absoluut niet weet wat er aan het gebeuren is. Maar ik heb een oom, Ad Windig, die heeft in de ondergedoken camera gezeten. Dus dat is een groep fotografen die in de oorlog de bezetting vastlegde. En ik moest ook denken aan foto's van hem. Want hij ging met zijn
zeg, een camera die in een tas verborgen zat, ging hij de straat op. Om het straatbeeld vast te leggen, ja, eigenlijk voor de geschiedenis, hè, voor het nageslacht. Dus de hongerwinter. Ja. Dankzij die groep hebben we voornamelijk zicht op die hongerwinter. Heel veel foto's, ja. Vooral Amsterdam, hoe het, de situatie hier toen was. Nou, in de hongerwinter zijn in Amsterdam in een paar maanden tijd duizenden mensen overleden door ondervoeding, zwakte. En er kwamen natuurlijk ook heel weinig mensen buiten. Ja. Dus dan krijg je dat lege straatbeeld. Dus plekken zoals de Nieuwezijds Voorburgwal of de Dam. Waar normaliter, als ik daar 's ochtends om 9:30 kom, dan puilt het al uit van de mensen. Ja. En nu kon ik daar gewoon blind oversteken. Dus dat is voor mij een heel sterk beeld. Dat zou ik ook gebruiken in een verhaal. Volgende, je zei elementen isoleren. Hè? Ja. En dat is een sterk beeld in een volgende stap in een verhaal. Nou, zeg maar. Om het nog iets duidelijker te maken. Dit is dan wel iets wat ik ook noteer. Dus ik ben niet een dagboekschrijver van elke dag. Nee. Af en toe maak ik lange notities. Zo'n element leg ik wel vast. Met de associaties die je hebt ook. Ja, ook omdat naar als foto's schrijvend, van je oom bijvoorbeeld. Ja. Als schrijvend kom ik er eigenlijk veel beter achter wat ik gevoeld heb, of wat ik gezien okay. heb. Hè. Mm-hmm. Het verheldert enorm. Het voegt mm-hmm. heel veel toe. Je gaat als het ware als schrijvend je ervaring analyseren. En als ik het één keer opgeschreven heb, dan zit het heel goed in mijn geheugen. Dus dat is een element, dat praten met mensen op straat of in winkels waar je toen nog in kon. Bij mij in de buurt een echte Amsterdamse dame die een winkel met chocola heeft. Nou, daar ging ik naar binnen om daar iets te kopen en haar een beetje te steunen. Ja, dan komt er een heel verhaal komt er opeens uit, terwijl ik haar al jaren ken. En nooit meer dan een paar zinnen wissel. Dus ja, er is ook een element van saamhorigheid. Je ziet, althans dat is mijn ervaring met mensen in de buurt, dat mensen stilstaan en vragen van hoe gaat het? Ja, dus je zegt eigenlijk door het stilvallen, het wegvallen van de ruis mm-hmm. in de buurt, ja. Ontstaat er ruimte om te praten. Om te praten, ja. Ja, het is, je krijgt bijna een situatie die ik dus eigenlijk alleen van het Franse platteland ken. Hè, dat mensen tijd hebben, dat mensen rust hebben. Dus dat ze bij de heg stilstaan om te praten. Ja. Dat ze daar tijd voor hebben. Dus dat, wat ook betekent, dat is een ervaring van die stilte op dat platteland. Dat dingen veel dieper doordringen. Wat doe je met veel dieper doordringen? Nou, als ik in Frankrijk we hebben een beamer, dus we projecteren films. Ja. Als ik daar een film zie die ik echt goed vind, dan blijft dat wel 3 dagen in me zitten. Dus reflectie erop ook. Ja. De scènes die je gezien hebt. Scènes die je gezien hebt, dat je denkt, zo zit het. Of een hele knappe dialoog of zo. Dus dat je krijgt een veel verfijnder beeld van wat er nou zo goed is aan die film. In Amsterdam zie ik een film die ik heel goed vind. En de volgende dag komt er een hele bak nieuwe indrukken overheen. En dan is het eigenlijk al bijna weg. Dus... Uh-huh. Dat krijg je nu in Amsterdam. Voor mij, maar ik ben een... Het wegvallen van de ruis zorgt voor meer rust en dus voor meer intensiteit om de tijd te beleven. Meer intensiteit, ook dus wat mij betreft nog beter kijken. Uh-huh. Ik ben altijd al erg gericht op de huizen in de binnenstad van Amsterdam. Altijd weer bijzonder. Maar in het begin van die coronacrisis was dat voor mij ook een heel opvallend element. Dat heb ik ook van veel mensen teruggehoord. Je loopt over die grachten. Je gaat nog veel meer zien. Het valt je op dat er werkelijk een ongelofelijke variatie aan stijlen in die huizen zit. Mm-hmm. Een variatie die toch ook tot een eenheid komt. Ja, dat was een enorm genot. Dus iets wat je normaliter in Amsterdam alleen op zondagochtend om 8:30 kan meemaken. Als het mooi weer is. Ja. Dat was gewoon een dagelijkse ervaring. Maar nou zijn we dus voorbij de eerste 2-3 weken van bezorgdheid. En zijn we in de
derde, vierde week aanbeland. Ja. Waar de schoonheid en nou, dit was eigenlijk een element ook in het begin vooral. Dus ik merk het nu nog wel na 7 weken, maar de eerste 3 weken. De eerste 2 weken was dat echt iets heel nieuws. Omdat dat. Kijk, als ik mijn huisdeur uitkom, dan zijn daar toeristen. Dus je begint al met opletten. Of een soort vage alertheid op wat er om je heen gebeurt. Je kunt niet zomaar op je fiets stappen. Dus heel veel aandacht gaat gewoon uit naar de manier waarop je beweegt. En dat is, dat valt opeens weg. Dus het was voor mij eigenlijk een element van de eerste weken. Dat ik plotseling weer de schoonheid van de stad veel sterker tot me doordrong. En dat je begrijpt waarom dat werelderfgoed is. Wat je daar ziet. En ook een enorm plezier in die omgeving. Dat je denkt, zo de knetter dat ik hier woon. Tussen zulke prachtige huizen. Ja. Maar dat dan vermengt met ook een sterfelijkheid komt opeens veel dichterbij. Waarom is dat? Nou, omdat je bang bent voor mensen in je omgeving. Oudere mensen. Mm-hmm. Die, je las toen ook verhalen over mensen die in 5 dagen eigenlijk van ziek naar sterven gaan. Ja. Dus het kon heel snel gaan. Mm-hmm. Sterfelijkheid komt dichterbij. Dat lijkt me een. Nou, ten eerste is dat misschien voor iedereen wel een verworvenheid om je dat weer te realiseren. Maar voor een romanschrijver is dat natuurlijk een buitenkansje, of niet? Sterfelijkheid is er voor mij altijd. Of vergankelijkheid. Ja? Dat is er gewoon elke dag. Maar sterfelijkheid en vooral je eigen sterfelijkheid, ja. Daar word je wel sterker mee geconfronteerd. Het kan gewoon in een paar dagen afgelopen zijn. Ja. En hoe heb je daarop gereageerd? Nou, ik heb één avond, dat was misschien de avond waarop ik het meeste te pakken had. Toen ben ik echt aan een literair testament gaan werken. Dus toen heb ik had al een document in mijn computer zitten. Maar heel rudimentair. En toen heb ik een paar uur echt driftig zitten tikken om aan een eventuele nabestaande uit te leggen hoe ik dingen geregeld zou willen zien. Dat is toch een hele stap, is dat? Dat ben je bewust gaan doen. Of automatisch misschien. Maar. Ja. Nou ja, dat typeert misschien ook die periode, hè? Dus die eerste periode. Ja. Dat plotseling opduikt. Ja. Dat je, ik heb geen kinderen, dus ik, voor mij is dat werk mijn nalatenschap. Ja, letterlijk en figuurlijk dus. Daar wil ik ook voor zorgen. Dus je zou graag een verzameld werk willen zien. Maar ook gewoon hele praktische dingen van hoe ik in mijn huis de zaak georganiseerd heb. Dus zeg, hoe mijn archief in elkaar zit, waar de USB-sticks liggen. Met de manuscripten of de versies van essays en romans of dat soort dingen? Dus de praktische kant heel gedetailleerd. Ja. Omdat het natuurlijk, ik heb dat ook met zelf als zoon van, bij mijn vader en moeder meegemaakt. En ook nog wel bij andere mensen. Dat voor een executeur testamentair kan het echt een heidens karwei zijn als je in zo'n huis moet gaan zoeken. Ja. Waar ligt alles? Ja. En terwijl je dat gewoon heel simpel op kan schrijven. Was dat een treurige ervaring of een mooie ervaring, het opschrijven van je literair testament? Nou, ik vond het vooral intens. Ja, ja, ja. En intens in de goede zin des intens kan heel goed zijn. Ja, dat wel echt iets zeggen, ja, iets heel krachtigs. Ik had ook het gevoel van, ja, dit moet op enig moment toch gebeuren. Dus ik kom daar nu wel een stap verder mee. Heeft dat ook inzicht gebracht in wat jij hoogtepunt vindt daarin, in je nalatenschap? Je zegt, ik heb geen kinderen, ik heb mijn werk gemaakt. Mm-hmm. Gaf die, want je moest dus terugblikken ook. Nou, niet terugblikken. Hè. Ik wil mijn werk, alles wat gepubliceerd is, en ook er is nog heel veel ongepubliceerd. Dat wil ik gewoon op de een of andere manier overdragen. Ja. Als het nageslacht daar belangstelling voor heeft. Ja. Maar ik kan om te beginnen zelf aangeven wat ik dan graag zou willen. Ja, precies. En heeft, maar gaf het jou inzicht in
zeg maar, welke van je kinderen je liever was dan... Nee. Nee? Nee. Nee, dat, ik heb aan alles heel hard gewerkt. Dus dan kom ik op het cliché van ze zijn bij allemaal even lief. Ja, dat is maar clichés zijn vaak ontzettend waar. Ja, daarom zijn het clichés. Ja. Maar, ja. Maar dat was voor mij een heel markant punt. Ja. Ja, maar als we even een stap maken, bij mij weg. Maar, want ik ben in gedachten ook bezig om een roman over coronatijd op te zetten. Ja, dat was mijn vraag ook. Ja, dan heb je echt met het probleem te maken van actualiteit. Dus ik verwacht nu... Er zijn heel veel 9-11 romans geschreven. Ja. Was ook zo'n moment waarin je kan vermoeden en achteraf ook kan zeggen... Mm-hmm. Dat de tijd scharnierde, dat er iets veranderde. Ja. Ja. En dat zou dit moment... met aan zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid ook natuurlijk zijn... deze weken, deze maanden. Ja, dus dat kun je voorspellen. Ja. Dat er deze week of deze herfst... zullen er een aantal Nederlandse auteurs zijn, denk ik... die een coronadagboek publiceren of een briefwisseling. Is dat een goed idee? Ja, bij mij komt het niet op. Nee. Omdat ik vind dat je als romanschrijver die concurrentie met ze... Met de actualiteit en met de manier waarop de media dat presenteren... Mm-hmm. Die kun je eigenlijk nauwelijks aan. Dus als er in oktober een dagboek over de coronacrisis verschijnt... dan ben ik bang dat daar heel veel dingen in staan die ik zelf heb meegemaakt... of waar ik al over gelezen heb of wat ik al op in kranten televisie heb gezien. Ja. Dus dat moet iets heel briljants zijn. Wil je boven... dat niveau van wat er al is en wat al getoond is, wat al gezegd is, wil je daar bovenuit komen. Ja. Dus wil je boven het niveau van journalistiek uitkomen, bedoel je eigenlijk? Dus wil je een reflectieniveau bereiken, wat ertoe doet en wat daar bovenuit komt? Ja. Er zijn, ik heb het nog even nagekeken, er zijn zelfs lijstjes op internet. Ik vond het in The Guardian bijvoorbeeld. De 10 beste novels about 9-11 of de 20 best novels. Ik heb het natuurlijk zelf niet gecheckt. Maar het idee van de meeste critici is toch dat het heel weinig echt tot nu toe geweldige romans heeft. Tot nu toe, hè? Dat is interessant. Want dat is ondertussen bijna 20 jaar geleden. Ja. Ik heb Falling Man gelezen van Don DeLillo. Don DeLillo, ja. Dat is een Amerikaanse topschrijver. Zijn beste roman is Underworld. Dat niveau heeft Falling Man niet. Dat is dus het beeld van die man die met zijn attaché case in zijn hand uit die toren naar beneden... Ja, met zijn hoofd voorover. Stort. Ja, langs die lijnen van het World Trade Center naar beneden valt. Ja. Falling Man vond ik echt goed gedaan. DeLillo weet heel goed op te roepen wat er op die dag gebeurde. En hoe het was om als de hoofdpersoon is een advocaat... om uit die torens door die brandgangen naar beneden te vluchten... samen met honderden of duizenden andere mensen. En ook de aftermath, wat er dan de week daarna of de twee weken daarna gebeurt. Don DeLillo heeft 5 jaar gewacht ongeveer voordat hij... hier aan begon. Ja. Dat bevestigt voor jou zegt eigenlijk... dat je niet in de herfst met een roman moet komen. Nee, nee, ik denk... Jij niet, maar niemand, de meesten niet. Ja, het kan... ik verwacht dat... ik lees bijna elke dag de stukjes van Ilja Pfeiffer in de NRC. Vanuit Genua. Natuurlijk een heel andere situatie is dan Amsterdam. Ja, dat zal hij gaan bundelen. En dat wordt waarschijnlijk het meest opvallende coronaboek van de herfst. En voor een roman denk ik dat je heel erg afhankelijk bent van vooral van plot. Je moet een interessant gegeven vinden. Hoe ga je dit benaderen? Welk verhaal zet je tegen deze achtergrond? En dan nog... Kijk, mijn manier van werken is om alles te laten bezinken dingen te laten uitkristalliseren. Mm-hmm. Dus details die er na 10 jaar nog zijn, dat zijn over het algemeen sterke details. Anders waren ze niet blijven hangen. Je gebruikt de tijd ook als filter eigenlijk. Ja. Wat blijft er hangen op de zeef? Ja.
Ja, ik ga uit van wat heel veel grote schrijvers ook voor me hebben gedaan. Proust met name. Dus dat je de meeste waarde hecht aan iets wat speciaal in jouw geheugen blijft hangen. Want dat is een beeld meestal. En als je daarover gaat schrijven, je gaat dat openvouwen, blijkt daar juist heel veel in te zitten en ook veel origineels. Omdat het echt jouw beleving is. Ja, jouw echte beleving is dat. Ja. Niet een gemaakte beleving, hè, of een verzonnen beleving, maar een echte beleving. Ja, en dat kan iets ogenschijnlijk onbenulligs zijn. Hè. Proust onthield één zinnetje. Hè, waarvan, en dan schaamde hij zich, want dan zei hij van ja, de gebroeders de Goncourt, dus beroemde dagboekschrijvers uit die tijd. Als ze dan een avond ergens gedineerd hebben, dan weten ze precies wat die vrouwen aan hadden en welke schilderijen er aan de muur hingen. En dat ben ik allemaal vergeten, maar ik hoor een of ander heel onbenullig zinnetje gezegd door die en die. En dat blijft in mijn hoofd zitten. En dat vind ik zelf de interessantste manier van bewegen. Dan ben ik toch weer geïnteresseerd in de vraag aan het begin. Mm-hmm. En je was in de derde week aanbeland. Hè? Dus voor jou, het zou kunnen dat de scène waarop jij op weg bent naar je geliefde met cadeautjes op 20 maart. Mm-hmm. Je fietst van de nieuwe zijde van de stad naar de oude zijde over de Dam. Mm-hmm. Hè? En je stapt in je fiets. Je hebt waarschijnlijk eigenlijk een beetje haast om bij haar te komen, maar toch, je stapt van die fiets. Ja. Want je kijkt om je heen en je denkt, hongerwinter, foto's van mijn oom. Ja, dat zou het begin kunnen zijn van een autobiografisch verhaal of een autobiografisch roman. Ja. En als ik daarover ga schrijven, dan weet ik zeker dat ik dat nog veel verder kan uitdiepen. Waar kijk je nog meer naar? Dus maak die boog nog. Je bent de boog begonnen in dit gesprek met... Mm-hmm. De dolle donderdag, de weken, de beklemming van de eerste weken. En dan, welke scènes liggen er nu nog op de zeef van het geheugen van Oom de Jong? Nou, iets wat ik onmiddellijk onthield is wat ik las in de krant. Iemand vertelde dat hij of zij afscheid had moeten nemen van zijn vader of moeder, stervend in het ziekenhuis aan COVID-19, via het schermpje van de telefoon. Mm-hmm. Dus laten we zeggen dat het een zij is. Een verpleger had het gewoon gefilmd. En zij zat thuis en ze heeft haar vader of moeder dus dood zien gaan op een telefoonscherm. Ja, dat is... Het is afschuwelijk, maar als ik even naar achter leun en als romanschrijver kijk, het is natuurlijk een ongelooflijk krachtig beeld. Want het is echt van deze tijd. Dus het neemt heel veel mee. Die virtuele werkelijkheid waar we allemaal continu mee te maken hebben. Ja, die oprukt, lijkt het wel. Die ook natuurlijk nog sterker wordt nu, omdat we daar nog meer van afhankelijk zijn. Maar ook zo'n klein kutschermpje waar je dan naar zit te kijken. En je ziet je eigen vader of moeder doodgaan. Je kan er niet bij. Dat is zo traumatiserend, denk ik. Dat vergeet je nooit meer. Ik heb ook een bericht gelezen. Dat raakt jou enorm, hè, dit? Dit, ja. Nu het beschrijft ook. Ja, dat is natuurlijk heel aangrijpend. En waarom? Ja, dat ontdek ik dan al schrijven natuurlijk. Mm-hmm. Ik zeg nu dat kleine kutschermpje. Je dus haat bijna dat schermpje. Dat is al iets natuurlijk. Ja. Dat je er niet bij kan zijn. Het onmenselijke van de hele situatie. Ja. Want iemand sterft. En het is niet alleen in een ziekenhuis, wat me sowieso al een ellendige dood lijkt. Hè, met machines om je heen. Maar die persoon die sterft, ziet ook nog eens... mensen in een soort maanpakken om zich heen staan. Dus het is zo antiseptisch, zo geïsoleerd. Met je tegendeel van het levende leven. Hè? Van en het aanraken. Absolute tegendeel van wat je een mooie dood zou kunnen noemen. Hè? Dat iemand sterft. Dat ik de hand van mijn vader of moeder vast kan houden. Terwijl ze sterven. Dus het is het absolute tegendeel van wat je zou willen. Ja, dat is een knock-out. Dus ik heb ook dat soort beelden. Ik heb gelezen over een Engelsman van een jaar of 50, 60. Ergens in Londen.
En zijn broer was in het ziekenhuis gestorven aan het virus. En ik weet niet precies hoe de situatie in elkaar zat, maar hij vertelt dat hij dus naar zijn oude vader toe ging. Hij kon hem kennelijk niet bellen. Dus hij had aangebeld bij die vader. Die oude man doet de deur open. Hij moet afstand hebben. Het is avond en het was winderig. En de man was kennelijk hardhorend. Dus hij stond zijn vader toe te schreeuwen van... je zoon, Dick, zal ik maar zeggen, hè, is dood. En dat had hij ja, heel kort met een soort ingehouden Engelse stijl had hij dat opgeschreven. Dat het gewoon de meest afschuwelijke ervaring in zijn leven was geweest. Dus dat hij... ja, en dat verbond hij dan ook nog met Boris Johnson, die zo nonchalant had gereageerd. Overmoedig misschien. Ja. Maar goed, dat zijn dus, ik heb dat soort beelden opgeslagen. En jij vindt hier onder andere interessant aan, je zei net ook eerder hè, over jezelf, ja, de nabijheid van de dood, hè, die, mm-hmm. die is groter deze weken. Mm-hmm. Ondanks dat jij als schrijver misschien altijd bewust bent van de verglijden van de tijd, natuurlijk. Mm-hmm. Maar de dramatiek hierin is natuurlijk grotendeels het toenemen van de afstand tussen mensen. Is dat misschien iets waar je... Kijk, als we, ik ben een beetje op zoek naar jouw blik op het scharnierpunt van deze weken, van die coronacrisis. Ja. En dat is een kennelijk iets wat je raakt. Dus het toenemen van afstand tussen mensen. Ja, en ontmenselijking en dat daarin. Dat zal de komende tijd natuurlijk alleen nog maar toenemen. Hè, want die crisis, dat gaat nog minstens een jaar of twee jaar... Hè, zullen we daarmee te maken hebben. Mm-hmm. Ik zie ook heel veel positieve kansen in voor de samenleving. Maar dan gaat het erom in welk scenario komen we terecht. Want je kunt nu alleen maar in drie of vier verschillende scenario's denken. Ja. Maar de samenleving zou hier ook ontzettend veel mee kunnen doen. Ik denk dat dit, om te beginnen voor een jonge generatie, dat dit een enorme schok is wat er nu gebeurt. Dus waarschijnlijk de eerste keer in hun leven dat er echt iets heel ernstigs gebeurt. Waardoor ze op zichzelf teruggeworpen worden. Losraken van de levensstijl die ze hadden. Dus ik denk dat dat heel veel impact gaat hebben. Mm-hmm. Dat is interessant. Dat is misschien... Mijn blik op de samenleving zoals die nu is, die wordt ook bepaald door het feit dat ik afkomstig ben uit een tijd van schaarste. Ja, dus ik ben een kind geweest in de jaren 50. Ja. Dat was nog echt de naoorlogse periode. Nederland was nog bezig met de wederopbouw. Allerlei producten waren nog op de bon. Mensen denken vaak dat dat meteen na de oorlog afgelopen was, maar dat heeft nog jaren geduurd. Herbouw van Rotterdam, andere steden, dat was allemaal gaande. Je komt uit Zeeland, hè? Ik kom van het platteland. Ja. Dus ik ben opgegroeid in een tijd met bijvoorbeeld het repareren van spullen. Dus als er iets kapot ging, dan probeerde je dat zelf te repareren. Als je het niet kon, dan bracht je het naar iemand die dat voor je kon doen. Naar de smid of de elektricien. Ja. Maar je ging het niet weggooien. Nee. Je was gewend of je raakte eraan gewend om met vrij weinig te leven. He, dus ik stoor me eraan als ik hier in Amsterdam op een terras zit en dan zie ik mensen een salade bestellen of een stuk taart. En daar worden een paar happen van genomen en de rest blijft gewoon staan. Ja. Het is voor mij echt helemaal krankzinnig. Ja. Dat vind ik zo, staat me zo ontzettend tegen. Ja. Mensen die een paar hapjes van een stuk gebak nemen en dan stoppen, omdat ze gewoon aan hun lijn moeten denken. Dus dan kan de rest gewoon weggegooid worden. Ja, het ergert je uit je opvoeding, uit de tijd die je hebt meegemaakt. Hè? Ja. Uit de decennia die ondertussen meer dan een half eeuw achter ons liggen. Ja. Die je ook iedere keer weer ongelooflijk mooi beschrijft, vind ik. Die jaren 50, de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80 in je romans. Maar je zegt, je brengt dit op, want je zegt, ja, er kan ook iets positiefs uit deze crisis komen. Nou, ik probeer eerst aan te geven vanuit welk gestempeld zijn, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik zaak op een instinctief niveau
beleef. Mm-hmm. Dus als ik mensen op een terras zie eten en een half bord achter zie laten, dan stuit me dat tegen de borst. Ja. En dat heeft natuurlijk gewoon met die opvoeding te maken. Mm-hmm. Als ik in de jaren 60 een kind was geweest, zou het misschien al anders geweest zijn. Hè? Ja. Ik kom uit de jaren 50. Mijn blik op de samenleving is al heel lang eigenlijk van minder, minder, minder. Hè? Terwijl het heersende concept is meer, meer, meer. Ja. Jouw wens voor de samenleving is eerder minder dan meer. Dat zeg je. Ja. Minder consumeren. Minder zinloze mobiliteit. Hè? Minder luxe weekendjes dat je voor een krats... Vind je dat we eigenlijk in een decadente samenleving zijn terechtgekomen? Ja, bepaalde aspecten vind ik, ervaar ik als decadent. Ja, verworden. Hè? Verworden. Dus ik heb 20 jaar geleden of zo kwam ik bij het lezen langs het idee van anti-luxe wetten. Die waren in het oude Rome en ook nog in het oude Athene. Het oude Venetië ook. Bestonden anti-luxe wetten. Nou, dat is natuurlijk iets, als je daar nu in het parlement mee aan zou komen, nou ja, nul kans op zelfs maar één stem. Ja. Behalve dan misschien je eigen stem. en dat is ook niet meteen wat ik bepleit. Maar het feit dat het in me opkomt, zegt natuurlijk wel iets. Ja. En een van de kansen die we dus nu hebben, is om heel veel weg te laten vallen, weg te snijden. Wat voor een deel gewoon ballast is in een samenleving. Om gewoon te krimpen. Dus economisch natuurlijk een heel ingewikkelde kwestie. Hè? Want als je zegt minder consumeren, zeg je in feite ook minder produceren. Je zou het niet kunnen anders kunnen framen, om het met een eigen tijdswoord te zeggen, met meer groei van geluk. Meer groei van geluk. Van intensiteit en beleving. Ja, door het weglaten. Het accent gewoon ergens anders te leggen. Ramzi Nasser zei het heel mooi in Buitenhof een paar weken geleden, toen hij het belang van kunst uitlegde. Wat was precies wat je mooi vindt wat hij zei? Nou, zijn uitleg van de woorden vermaak en verpoos. Ja. Dus het woord vermaken is ook dat je jezelf als persoon anders maakt. Mm-hmm. Maak het nieuw, zeg je. Door je beleving van een roman of van een film of van een kunstwerk wat je ziet. Dus je stapt in een andere ruimte, als het ware, waar je niet alleen uit die ellendige situatie komt, maar ook de persoon die je zelf bent kan loslaten. Je komt in een veel grotere ruimte. Dat is natuurlijk een van de belangrijke functies van kunst. Zeker. Kunst stelt je in staat om het is natuurlijk in de eerste plaats is natuurlijk gewoon een escape. Je kunt gewoon via een roman kun je gewoon ontsnappen. Ja. Maar ik vind dus dat ik zou een samenleving willen zien, maar ja, goed, ik ben er zelf heel, heel sceptisch over, hoor. Ik denk dus au fond dat er wel het nodige gaat veranderen, maar dat de reactie op corona zal zijn zo snel mogelijk terug naar wat het was. Het oude normaal. Ja, het oude normaal, zo snel mogelijk terug. En het oude normaal was verspilling, groei, verkwisting, verpozing. Ja, en ik niet denk dat heel veel mensen toch geneigd zullen zijn om te willen inhalen. Hè? En ook te vinden dat ze dat verdiend hebben. Dus we hebben wekenlang opgesloten gezeten. Dus nu met z'n allen weer naar de kroeg, feesten, uitgaan. Dat gun ik iedereen ook. Maar het zou ontzettend jammer zijn als het daarbij blijft. Dus dat we alleen maar erop uit zijn om weer terug te halen wat we kwijt zijn geraakt. Ja. Hè? En dan wat maatregelen nemen van oké, we gaan ons voorbereiden, goed voorbereiden, medisch gezien, op de volgende, op de volgende epidemie. Dus we halen die spullen in huis. We zorgen er ook voor dat we ze weer zelf in Nederland kunnen maken. En zo kun je nog een aantal maatregelen voorstellen. Dus minder afhankelijk van het buitenland worden. Ik ben een scepticus en ik denk van ja, dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Terwijl iedereen, maar ja, dat is ook de bubbel
waar wij in zitten. Een kleine groep mensen in Nederland, denk ik. Hè. Heel veel mensen zien gewoon kansen. Er is heel veel bezinning op het ogenblik. Mensen die nadenken over hun leven terwijl ze de zolder staan te schilderen. Of op te ruimen. Ja. Op te ruimen. Hè. Iedereen is ook bezig met opruimen. Ik ook. Daar zitten ontzettend veel kansen in. Maar ik merkte al, in dat buitenhofgesprek van Ramzi Nasser, vond ik al zo heel interessant dat Ramzi hield echt een hartstochtelijk betoog. Je voelde ook dat hij het geprepareerd had, want hij wilde bepaalde punten maken. En je merkte eigenlijk, en dat vond ik heel pijnlijk, ik vind Twan Huizen, zijn interviewer, is echt een goede interviewer. Maar ik merkte dat hij eigenlijk al weg wilde bij die passie en die emotie van Ramzi Nasser. Dat vond hij eigenlijk al, vond hij al lastig. Mm-hmm. Hij wilde door journalistieke punten maken. En je merkt eigenlijk dat hij, en dat vind ik dan ook symptomatisch, denk ik, voor een tijdgeest, dat hij... Als ik het heel bot zeg, dat het hem, zag ik gewoon aan zijn lichaamstaal en zijn reacties, zag ik gewoon dat hij het heel moeilijk vond om dit 100% serieus te nemen. Om de boodschap van Ramzi Nasser, die ging over de waarde van kunst, juist op dit moment, mm-hmm. Serieus te nemen. Ja, 100%. Precies. En jij meent daar een indicatie in te zien, bijvoorbeeld, voor de komende volgende golf van consumentisme, zeg maar. Ja, het is... Ik neem een hele grote stap, ik neem iets kleins. Ik volg het. Ja. Het is gewoon... je moet er daarom denk ik ook enorm op beuken en op door blijven gaan. Dus die waarde van niet alleen van de kunst en cultuur, maar ook waarde van goed onderwijs... Het is, we hebben nu dus 300 miljoen van de minister van Engelshoven gekregen. Voor de kunsten. Daar had zij, want zij heeft hart voor de zaak, daar ben ik van overtuigd. Dat straalt ze uit. En dat is oprecht, denk ik. Maar zij heeft als een gek moeten vechten, voelde je, in dat kabinet, om zoveel geld te krijgen. Wat natuurlijk, vergeleken bij wat er nu naar KLM gaat, of elders. 4 miljard naar KLM alleen. Is het weer heel weinig. En dat... Dat raakt mij en dat stoort me echt steeds weer. Dat je dus altijd weer voelt dat je, als je als kunstenaar echt bezield en gepassioneerd praat over wat kunst is en wat dat in de samenleving kan zijn. Dat je zelfs bij zo iemand als Twan Huis, een hele intelligente, goede interviewer, dat je toch weer iets voelt van, ik moet hier afstand van houden, want gaan we dit echt doen? Ja. Dat was zijn die indruk maakte hij op mij. Maar ik zit dus altijd ook op lichaamstaal te letten. En om even bij het COVID terug te komen, lichaamstaal op straat is belangrijker dan ooit. Want? Is heel interessant. Je kijkt naar het straatbeeld? Ja, natuurlijk hoe mensen bewegen. In het begin was het zo dat je toch een beetje verontschuldigend glimlachte als je met een boog om iemand heen liep. Maar dat hoeft niet meer, want iedereen begrijpt dat. Dus dat is ook alweer... De mores veranderen heel snel. Heel snel. Ja. Ingedaald. Ja. Ja. Ja, het geeft, als ik even heel globaal zeg, het geeft natuurlijk een... Omdat de tijd veel scherper is geworden, krijg je eigenlijk ook weer een veel scherpere blik op hoe mensen zijn. Hoe snel ze zich aanpassen. Ook hoeveel improvisatievermogen er is. Ook voor mij, maar daar heb ik als romanschrijver niet zoveel aan. Ik vind dat de Nederlandse samenleving toch veel ruggengraat toont. Dat verbaast me eigenlijk. Oh ja? Dus de mate van discipline die er is, de ruggengraat die je ziet in de samenleving, die ik voor een deel echt decadent vind, en ook verwend, valt me dat toch enorm mee. Dat het voor 80-85% zijn mensen toch heel gedisciplineerd. Ja. Dus dat is niet. Dus er wordt de normloosheid waar je via media voortdurend mee geconfronteerd wordt, zit kennelijk toch maar bij een kleine groep en niet. Die is minder wijdverbreid dan jij vreesde. Ja, die zit niet bij die 80, die 85% die zich gewoon goed gedraagt. Interessante observatie ook. Ja.
Ja, dat valt mij echt op. Ik had verwacht dat men dat er meer weerstand zou komen. Ja. Nee, maar Rutte en de zijnen, ze doen het naar omstandigheden gewoon goed. Ja, en men vertrouwt dat. Ja. Kennelijk. Ja. 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 We zijn dat punt ook al gepasseerd, maar ik wil je toch vragen om een fragment voor te lezen wat ik uitgezocht heb uit je laatste roman, vorig jaar uitgekomen, hè, Zwarte Schuur. Het roman over een roman onder andere over het leven van een beeldkunstenaar, schilder. Ja. Maris Koppelse. Hij heeft meerdere relaties in deze roman. En hij heeft ook een relatie met een Amsterdamse junk. En ik heb het fragment uitgezocht omdat ik me kan herinneren van mijn middelbare school. Ik was scholier in de jaren 80 hier in Amsterdam. Mm-hmm. En ik kan me dit soort mensen goed herinneren, junks. Mm-hmm. Ze waren er veel. Ze kwamen voor in de sociale scene en op straat. Mm-hmm. En ik realiseerde me toen ik jouw roman las dat ik die mensen niet meer ken, dat die er niet meer zijn. Maar de beschrijving die jij hier opvoert van Ilse, is buitengewoon raak getroffen. Mm-hmm. En ik wil daarna nog iets over vragen, maar ik wil graag dat je het voorleest, het fragment. Want die mensen bestaan niet meer, maar in jouw roman kwam er iemand weer tot leven. Je bedoelt, onder het eten werd ze onrustig tot het eind van de volgende bladzijde. Ja, bijna het eind. Ja, oké. Okay. Ja. Dus we zijn in de jaren 80 in Amsterdam. Maris is een kunstenaar van een jaar of 33. En hij zit zelf in een enorme depressie. Hij is zelf down and out. Hij zit aan de grond. En ik denk dat hij daarom ook contact maakt met op een Parijse tankstation met een vrouw van een jaar of 30, een Amsterdamse die verslaafd is aan heroïne. En hij neemt haar voor een week in de huis. Ja. Wat natuurlijk interessant dat jij dat denkt. Ik had een hele andere interpretatie van vanwege de reden waarom hij aantrekkelijk vond. Maar dat maakt niet uit. Leuk dat Oké. Okay. Ja. Zij heet Ilse. Onder het eten werd ze onrustig. Ze at met lange tanden. Ze snauwde haar hondje af. Ze vroeg om whisky, die hij niet had. Ze liep heen en weer, haar handen kouwelijk onder haar oksels geschoven. Ze trok haar leren broek en haar laarzen weer aan. Ten slotte kwam het hoge woord eruit. Of hij haar nog één keer geld kon lenen. Ik betaal het je terug, ik zweer het. Maris keek haar zwijgend aan. Je gelooft me niet, hè? Er is heel veel aan mij wat niet deugt. Ik lieg, ik steel als het moet, maar oneerlijk ben ik niet. En als ik één avond achter het Centraal Station ga staan, heb ik dit allemaal terugverdiend. Toen werd er nog getippeld. Maris zag haar in het donker op de kade achter het Centraal Station staan, huiverend in de wind die van over het water kwam, met de andere tippelaarsters die daar avond aan avond stonden. Hij zag auto's die stopten, portierramen die werden opengedraaid, meisjes op naaldhakken die zich vooroverbogen, onderhandelden, instapten. Hij had geen illusies gehad over de manier waarop ze aan geld kwam. Maar het schokte hem toch dat ze het zo verdiende als het moest. En dat ze het hem gewoon vertelde. Ook al draaide ze haar gezicht weg toen ze het hem zei. Hij gaf haar 150 gulden. Nog meer dan de eerste keer. Ik heb nu eenmaal de geldpest. Ilse vertrok met achterlating van haar hondje. Nadat ze 6 keer een van ongeduld en ellende trillende vinger in de kiesschijf van de telefoon had gestoken. Maris begreep niet waarom hij haar toch weer geld had gegeven voor die troep. Hij overwoog haar niet meer binnen te laten, haar spullen in haar tas te pakken en haar die bij terugkeer met het hondje bij de poort van de binnenplaats te overhandigen en afscheid te nemen. Tegelijkertijd wilde hij dat ze zou terugkomen, opgeknapt, blij. Hij werd ongerust toen ze lang wegbleef. Om 1:10 trok hij de deur van zijn atelier voor haar open. Daar stond ze, grijnzend, opgelucht, weer helemaal boven Jan, met een taartdoos in haar opgeheven handen. Je bent een schat, zei ze, terwijl ze het atelier instiefelde, haar bontmuts aftrok en haar haren losschudde, alsof ze een dikke bos had. Overmoedig, vol energie. Ik ga je verwennen, joh. Morgen ga ik hier schoonmaken. Echt schoonmaken, begrijp je? Overal. Zwierig draaide ze zich naar hem toe. Haar jas hing open en zwierde om haar heen. Hij zag haar nieuwe trui met de zigzag waar ze zo kinderlijk blij mee was. Haar ogen straalden. Ze had een gedaantewisseling ondergaan. Maris keek naar haar, zijn handen in zijn zakken, glimlachend, zijn ogen vol scepsis. Je vindt me leuk, zei ze. Beken het maar.
Ja, dankjewel. Je beschrijft hier een Amsterdamse junk uit de jaren 80. Ik zei het al, ik ben opgegroeid in Amsterdam. In de jaren 80 zat ik op een middelbare school. Ik herinner me deze mensen, dit soort mensen. Ze zijn er niet meer, ze zijn verdwenen. We hadden het net over de zeef van het geheugen. Wat erop blijft liggen is misschien waardevol. Hoe heb je onthouden hoe deze mensen zijn? Heb je toen aantekeningen gemaakt? Heb je je voorgesteld? Hoe herinner je je dit, zo'n personage? Verschillende bronnen. Ik ben heel lang bevriend geweest met dichter en essayist Arie Visser. Ja. Dat begon in de jaren 80. En Arie had een heroïneverslaving. Dus dat is een bron van informatie voor mij. Maar belangrijker zijn dan toch eigenlijk hele kleine dingen. Dus ik kon me de manier van praten van die junks, dus dat een beetje over de top. Ja, schril stemgeluid. Schril, dus steeds een beetje boven hun theewater. Die manier van praten kon ik me heel goed herinneren. Want ik ben in die tijd veel... ik had vrienden op de Nieuwmarkt. Hè, dat was het centrum eigenlijk van die junk scene. Want daar kochten ze het. De manier van praten herinnerde ik me. De manier van lopen. Dus van die rukkerige pasjes zo. Op jacht naar iets. Scoren. Ik heb meegemaakt. Ik heb gewoon een aantal junks meegemaakt. Mensen liegen altijd. Heel triest. Maar zelfs als ze eerlijk zijn, moet je ervan uitgaan dat ze op het moment dat ze in nood zitten, dat ze altijd liegen. En dat heeft kennelijk indruk op me gemaakt. Dat heeft met mijn observatie te maken, met de manier waarop ik kijk, met de manier waarop dingen in me doordringen. In het verwerken ook, denk ik, van informatie. 30 jaar later is dat er dan kennelijk nog. Ja. En kan ik daarover schrijven. En als je nu heel snel, off the cuff zou ik maar zeggen, maar nu, als ik je nu vraag, in de zeven wegen coronatijd, welk type, welk personage, welk straat, wie op straat wat herinner je als personage nu, als je rondkijkt? Die je waarschijnlijk niet gaat gebruiken, want je gaat hier geen roman over schrijven. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je kijkt. Dat ligt eigenlijk heel dicht bij die scène die ik net heb voorgelezen. Want ik heb afgelopen weken heb ik drie keer contact gehad met een lange jongen met zijn rugzak. Engels. Want hij wenste mij een lovely evening. En dat zou een Amerikaan niet zeggen. En hij sprak een Engels. Mm-hmm. En ik stond op een gegeven moment een zak friet te eten op een brug. 'S avonds, bij wijze van avondmaaltijd. En toen kwam hij langs. En hij was heel beleefd. Hij hield afstand. Hij stond echt zo op 3 meter zo. Hè, of ik hem wat kon geven. Wat geld kon geven. Ja, ja. Maar ik had al geen munten meer. Het was allemaal weg. Ja, ik zat ook te veel in dat eten. In die zak friet. Om tegen hem te zeggen van zal ik gewoon even zak friet voor je halen. Dus dat bleef echt bij me hangen. Ik dacht, fuck, vervelend, stom. Dat je niet uit die cocon kan komen om dat even te doen. Dus toen ben ik voor gezorgd dat ik weer kleingeld in mijn zak kreeg op de een of andere manier. Want die zwerven die zitten in een buurt. Die zijn daar aan het cruisen en die kennen ze. Dus die komen steeds terug. Dus 2 of 3 dagen later kwam ik hem weer terug. En kon ik hem dus wat, een paar munten wat geven. Maar ja. Ik zeg het ook omdat ik op dat moment ineens besefte van, hij zit hier echt opgesloten. Hij kan niet weg. Nee, hij wil misschien wel weg uit Amsterdam, maar hij kan niet weg. Nee. Niet alleen omdat hij geen geld heeft, maar omdat Engeland of waar hij naartoe moet, is gewoon dicht. Dus ja. Dat was eigenlijk de diepste laag in de samenleving waar ik dan... En die een extra probleem hebben. Veel mensen hebben een inkomstenprobleem natuurlijk op dit moment, maar hij heel direct, want niemand heeft meer munten bij zich. Ja, maar ik vond hem hij leefde nog niet jaren op straat, maar toch al een flinke tijd met die rugzak. Maar ik vond hem, hij had echt een soort waardigheid behouden en nog niet vervuild. Maar gewoon de manier waarop hij zich tot mij, en ik zag hem ook met andere mensen bezig.
Ja, dat maakt ze echt diepe indruk op mij. Corona-personage uit de onderste laag, de diepte van de samenleving. Ja, zo iemand zou dan wel in beeld komen. Dankjewel ook de Jong voor dit gesprek. Ja, hartelijk dank. Heel leuk. Goed om je te spreken in deze aflevering van Corona Dialogen. Als u het een mooi gesprek vindt, mag u altijd een donatie doen via de website van de Bali. Daar zijn we blij mee. En we hopen dat we zo snel mogelijk weer open zijn en u kunnen zien hier in de Bali. En tot die tijd, tot ziens bij de volgende aflevering van ons online. Hartelijk dank voor het kijken. Dank ook de Jong.